Welkom bij de kennisclip Wat is een metaalbinding? Na deze kennisclip kun je vertellen wat wordt verstaan onder een metaalbinding en een metaalrooster. En je kunt eigenschappen van stoffen met een metaalbinding of een metaalrooster noemen en verklaren. De kennisclip heeft twee onderdelen, dat is chemische bindingen en het onderdeel metaalbinding-metaalrooster. Laten we eerst even kijken naar chemische bindingen. In eerdere kennisclip heb je kennis gemaakt met die chemische bindingen. En dat zijn er drie: de atoombinding, de ionbinding en de metaalbinding. En in deze kennisclip kijken we naar de metaalbinding: de metaalbinding en het metaalrooster. Een metaalbinding is een binding waardoor het de metaalatomen. Bij elkaar gehouden worden door een rooster van positieve metaalionen, waardoorheen vrije elektronen stromen. Nou, hoe moet je dat voorstellen? Stel de stof natrium, dan heb je allemaal natriumplusjes, en die hebben allemaal een elektron, en dat elektron. Van een natrium die kan door dat hele rooster. Dus soms zit hij links, soms zit hij rechts, soms zit hij onder, soms zit hij boven. En dat van al die natriumatomen. Dus je kunt je voorstellen dat dat een wirwar is van elektronen die alle kanten heen en weer schieten. Nou, dat fenomeen dat noemen we een elektronenzee. Dus eigenlijk zitten die natrium-ionen in die elektronenzee. En dan komen we meteen bij de eigenschappen, die kun je door die elektronenzee verklaren. En de eerste is, metalen hebben een hoog smeltpunt en bij kamertemperatuur zijn ze vast, behalve bij kwik. Kwik nou, is een beetje een moeilijk verhaal, dus dat moeten we even buiten beschouwing laten. Maar metalen hebben een hoog smeltpunt, zijn bij kamertemperatuur vast en dat komt door, een ste door die sterke binding. De metaalbinding is een redelijk sterke binding. Metalen zijn vervormbaar. Metalen, maar dat wist je zeker al, geleiden elektriciteit. Dus uh, een kenmerk is elektrische geleiding. Maar metalen geleiden ook warmte heel goed. Dus de warmtegeleiding. Nou, laten we kijken naar uh, die vervormbaarheid. Het punt 2. En als je kijkt naar een zout, dan heb je dat ionrooster. Waar positieve en negatieve ionen elkaar zeg maar, een soort houtgreep uh, houden. En als je daar met een hamer een tik tegen geeft, tegen een zoutkristal, dan zie je dat er meteen een stukje vanaf springt. En dat komt omdat als je een rijtje een beetje verschuift, dan komt min tegenover min, plus tegenover plus. Dus dan krijg je eigenlijk een afstotende kracht, dus er springt een stukje vanaf. Nou, bij metalen werkt dat heel anders. Want bij metalen heb je die elektronenzee die dat zaakje een beetje bij elkaar houdt. Of nou, een beetje bij elkaar, heel goed bij elkaar houdt, hè, want dat is een sterke binding. En als je daar een tik met een hamer tegen een rijtje geeft, nou, dan schu schuift dat rijtje gewoon op. Dus als je bijvoorbeeld een deuk in, uh, in je vaders auto rijdt, dan uh, nou, schuiven die, uh, die, die ijzeratomen, die schu schuiven gewoon wat plaatjes op. Maar uh, dat blijft bij elkaar. Dus uh, nou, er spat geen, uh, geen stukje van de auto af, ja, behalve de lak misschien, maar dat is een ander verhaal. Um, nou, en dat komt omdat die elektronen, ja, die, die, die gaan toch kriskras door, uh, door dat rooster heen en houden die zaak bij elkaar. Dus zo werkt eigenlijk die vervormbaarheid van metalen. Nou, als je kijkt naar elektrische leiding. Nou, dit zijn uh, twee koperionen. Je moet je voorstellen: dat zijn, dat, dat zijn twee, uh, twee koperatomen in een elektrische leiding. Hè. Koper glijdt heel goed, dus alle leidingen in een huis. Uh, en, en bijvoorbeeld van de van de lader van je mobiele telefoon die zijn gemaakt van koperdraad Nou, hoe werkt dat? Ergens in een elektriciteitscentrale daar uh, nou, worden elektronen verpompt die worden in die leidingen gedrukt en als je een elektron in die leiding drukt, nou wat gebeurt er dan? Nou dat zie je hier door de pijl we stoppen dat, dat elektron linksboven stoppen we die leiding in en wat gebeurt er dan? Die elektronen schuiven gewoon een, eentje, een, een plaatje op. Dus als je aan de ene kant een elektrode in uh, stopt, dan uh, vloept die aan de andere kant eruit. En zo werkt eigenlijk die elektrische geleiding. En dat kan uh, over hele, hele grote afstand. Dan puntje 4, de warmteoverdracht. Nou, hier weer dat elektronenzeemodel: waar die natrium-ionen bij elkaar gehouden worden door die zee aan elektronen. Nou, en als je die aan de ene kant gaat verwarmen. Nou, dat kun je bijvoorbeeld, bij koper doet dat heel goed ijzer, maar ook andere metalen, metalen geleiden, warmte heel goed. Nou, als je dat gaat verwarmen, dan gaan die elektronen sneller. En die gaan, nou, die gaan sneller bewegen in dat rooster. Maar dat betekent dus ook dat die ja, sneller helemaal door dat rooster gaan. Dus die warmte die verspreidt zich heel snel door, dat, door het metaalrooster. En daarom geleiden metalen elektriciteit enfin, warmte heel goed. Um, nou, dit was eigenlijk de laatste van deze kennisclip. De afronding, als het goed is, kun je nu vertellen wat wordt verstaan onder een metaalbinding en een metaalrooster. En je kunt eigenschappen van stoffen met een metaalbinding en een metaalrooster, dus eigenlijk metalen, noemen en verklaren. Dus je moet niet alleen kunnen vertellen dat, dat die elektriciteit geleidt, maar je kon, moet ook nog vertellen waar, kunnen vertellen waarom dat, dat zo is. Hartstikke bedankt voor je aandacht. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Kan zijn dat het een beetje snel ging. Dan kijk ik het filmpje zeker nog een keer terug. En ik zie je bij de volgende kennisclip. En tot dan. Tot ziens.